Hoe beïnvloedt Europees beleid de burger? En hoe beïnvloedt de burger Europees beleid? Dit is een dynamiek die in grote mate aanwezig is, maar waar we niet altijd bewust van zijn. Ook voor beleidsmakers binnen de Europese Unie is het soms moeilijk om in kaart te brengen wie hem probeert te beïnvloeden en waarom. Dit inzicht gaat verder in op de wederzijdse beïnvloeding tussen burger en Unie en belicht hierbij het Europese Transparantieregister als voorbeeld. Wat het belang is van zo'n register en hoe deze verder ontwikkeld kan worden, vertelt Catharina Barley mij. Zij is vicepresident van het Europees Parlement en verantwoordelijk voor het Transparantieregister. Thank you very much for receiving us here in Brussels. To start with, could you enlighten us what is the Transparency Register exactly? The Transparency Register is an online register that includes companies, individuals, organizations that want to influence, influence policy, that want to get in touch with policymakers, that want to give their opinions on files, on positions, and they can register there. If they do, they have to give some information on how big they are, which files they are working on, how much money they invest in this lobbying. It's a lobby register. And how was it created at first? We started out in 2011. It was the European Parliament and the Commission who thought it was a good idea to make lawmaking more transparent on the European level. Already on the national level, it's difficult for public to kind of find out what is going on, who is deciding what, who is influencing what. And on the European level, it's even more obscure, so to say. So this register was opened and it was only the two institutions in it. And now we're having, hopefully soon, a tripartite register because the Council has decided to join. Why do you think is it so important to be open and transparent about lobbying within the EU? People elect politicians to make laws and to govern, and you know more or less what you get. But then behind the scenes, you have lobbyists interfering, and this is something that is completely hidden from the public usually, and it does have an impact. Even if I would say lobbyism is not something negative as such, as soon as you have your own interests and you present them and you inform about them, you are a lobbyist. So it's okay, but people have to know. And it is also important for us as politicians, because then we can say when we are being asked, how did you make up your mind on this or that subject or file? And we can say, I spoke with Mr. X and Mrs. Y. It's also good for lawmakers and members of parliament. Could you tell us a bit more? What are the plans for the register in the future? We really want to have the impact in the end. We don't want to have something that you know, where you have something nice to put on the wall and everybody, you know, says, well done, now you have a transparency register. We really want to be transparent. And I think we're not at the end yet. We also set up new rules in 2020. So whoever wants to register needs to disclose more information. And this is going to be really important to get that going too, because we have to know when, for example, companies or law firms or whoever puts a lot of money into lobbying for a certain file, you have to know that. And you have to know it timely, not a year after. You have to know it when it's going on. Things like that, we really have to meet that challenge. Thank you very much for your time. Hoe zorgt de Europese Commissie ervoor dat zij transparant regelgeving opstelt? Hierover spreek ik vandaag met Jeroen Hoyer. Hij is de hoofd binnen het Directoraat-Generaal Justitie van de Europese Commissie. Om te beginnen was ik al heel benieuwd op welke manier de wisselwerking tussen de Europese Commissie en verschillende belanghebbenden plaatsvindt. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ik denk dat het belangrijk is dat er heel veel dialoog is tussen de commissie en tussen de lidstaten, maar ook tussen sectoren en belanghebbenden. En dat is vaak permanent. Dat is niet alleen als er een voorstel in voorbereiding is,
Maar er zijn vaak permanente comité's die bijvoorbeeld één keer per maand zullen moeten, of één keer per drie maanden, en een aantal belangrijke issues met elkaar doorspreken. Maar ja, zodra er dus een voorstel wordt voorbereid, dan wordt dat geïntensiveerd. En dan hebben we allerlei instrumenten die we toepassen. We hebben onze toolbox, zoals we dat noemen. Om te zien van, ja, wat denkt de sector over een bepaald voorstel? Wat is nou belang van het vroege contact? Anders heb je het fenomeen dat we alleen maar reageren op incidenten. Gisteren is iets gebeurd en vandaag moet Europa of Nederland de Tweede Kamer wat gaan doen. Het is vaak beter om al 2 of 3 jaar van tevoren die dialoog te hebben over problemen of over ontwikkelingen in onze samenleving. Is dat contact dan vaak op initiatief van de Europese Commissie? Of is het zo dat bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven het beleid van de Europese Commissie beïnvloeden? Je hebt het allebei. Hè? We hebben natuurlijk die gestructureerde dialogen en die platformen, zeg maar, waar mensen bij elkaar komen. Waar je dus met elkaar praat en de commissie nodigt mensen uit. Maar je hebt ook heel vaak dat mensen direct naar de commissie schrijven. De commissie is heel open. En ik weet best, de commissie wordt van buiten gezien als een hele grote black box. En dat begrijp ik wel. Het is natuurlijk een hele grote, indrukwekkende organisatie. Tegelijkertijd is ze heel transparant en hebben mensen tot hun verrassing soms direct contact met de man of vrouw die op dit gebied werkt of bezig is. En dat is ook de cultuur intern, dat we zijn niet voor onszelf, we zijn natuurlijk ook voor de mensen, voor bedrijfsleven, voor Europa. En zijn daardoor heel toegankelijk om informatie te geven en ook te luisteren. En wat maakt dan die dialoog tussen Europese lidstaten ook onderling van waarde ten opzichte van de rest van de wereld? Nou, het zijn twee dingen. Het eerste is dat inderdaad, je hebt die dialoog natuurlijk tussen lidstaten en de culturen en de ervaringen die natuurlijk heel anders zijn in Italië dan in Scandinavië. Dus dat is natuurlijk ook het testen van ideeën, soms de competitie van ideeën tussen die landen. Dan hebben we natuurlijk de EU internationaal. Ik ken een aantal voorbeelden waar Europa, omdat het eigenlijk best wel vroeg was om bepaalde dingen te organiseren en te reguleren, tot een soort wereldstandaardzetter is geworden. Dus de Europese standaard wordt eigenlijk de internationale standaard. Hoe kan je nou als ambtenaar jezelf ook meer inlichten over de Europese Commissie en over die werking daarvan? Ik denk dat het ook wel interessant is om je te realiseren dat de Commissie uiteraard veel wetgeving maakt. De Europese wetgeving die dan weer omgezet wordt in de lidstaten. Ik heb eens gelezen dat, ik geloof, 70% van de Nederlandse wetgeving uiteindelijk gebaseerd is op een Europese wet. Maar de commissie is natuurlijk niet alleen één grote wetgevende machine. Dus het is ook vaak een uitwisseling van ideeën. Dan is het ook zo dat de commissie vaak toekijkt op een aantal van die regels. Bijvoorbeeld nu dat nieuwe plan om voor de zomer, voor de komende zomervakantie, een Europees groen certificaat te hebben, zodat we beter kunnen reizen. Nou, de commissie kan dat natuurlijk niet zelf organiseren, maar we brengen alle 27 landen bij elkaar, proberen daar afstemming te vinden en tegelijkertijd, en dat doet de commissie, zetten wij een groot elektronisch systeem op om er zeker van te zijn dat al die systeempjes in de individuele landen met elkaar kunnen praten, dat die interoperable zijn. Dus het is minder regulieren, maar meer mensen bij elkaar brengen en de technische faciliteiten eromheen zien te scheppen. Dat is denk ik een mooi praktisch project, waarbij het ook laat zien dat Europa ook echt dicht bij de mensen staat. Wanneer je beleid maakt, is het belangrijk om zowel naar Europees als Nederlands perspectief te kijken. Over die wisselwerking tussen Europa en Nederland spreek ik met Machteld van Dijk. Zij is adviseur Public Affairs bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Kan je om te beginnen ons iets meer vertellen over wat jullie werk hier precies inhoudt in Brussel? Ja, wij vertegenwoordigen onze provincies, de interesses en de belangen van onze provincies. Wij signaleren belangrijke informatie die hier vanuit Brussel komt. Dus wat er wordt voorgesteld door de Europese Commissie, wat de positie is van het Europese Parlement, ook hoe de Raad van Ministers zich beweegt. En ook zeker ook als het gaat om het vertalen van nieuwe wet en regelgeving. Wat betekent dat nou voor de provincies? En wij zorgen dus op die manier voor dat onze collega's
thuis op tijd op de hoogte zijn van wat er aan zit te komen. En ook andersom mochten wij dus vanuit onze provincie zeggen van hey, dit en dit werkt goed of dit en dit kunnen wij inbrengen ook als input voor nieuw beleid, dan dragen we daar ook actief aan bij. En daarmee zorgen we er dus voor dat wij eigenlijk de linking pin zijn tussen wat er bij ons in de provincies gebeurt en wat hier in Brussel wordt besloten. Welke instrumenten hebben jullie ter beschikking om ook weer het Europese beleid te beïnvloeden? Ten eerste is het denk ik belangrijk om te noemen dat we als provincies natuurlijk ervan bewust zijn dat het belangrijk is om zo vroeg mogelijk eigenlijk in het proces ons input te leveren. Bijvoorbeeld consultaties is een belangrijk instrument. Een voorbeeld is impact assessments of effectbeoordelingen heet dat. En er wordt eigenlijk gepeild van is er behoefte aan een nieuw voorstel op een bepaald beleidsterrein. En daarin kunnen wij dus als provincies al input geven van nou hier en hierop hè, zouden wij toch wel graag nieuw beleid willen zien. Een ander voorbeeld van input leveren via consultaties is ook via de BNC-procedure. Dus als de Europese Commissie een nieuw voorstel doet, dan hebben de lidstaten de mogelijkheid om daarop te reageren, net zoals het Europese parlement. Stel dat het ministerie van Landbouw daar een reactie op voorbereidt, dan worden wij als provincies daar ook op geconsulteerd om mee te lezen en ook zelfs mee te schrijven van als wij nog concrete input hebben, dan kunnen wij dat op dat moment doen. Dus op dat moment werken wij dus samen met de ministeries om input te geven. Nou, een ander voorbeeld om nog te noemen is toch ook werkbezoeken. Dat is natuurlijk nu anders hè, vanwege corona. Maar voorheen zorgen wij ervoor dat er diverse delegaties vanuit Nederland naar Brussel kwamen. Dus op die manier de verbinding te zoeken. Maar ook andersom nodigen wij ambtenaren van de commissie uit, maar ook Europarlementariërs om op bezoek te komen bij ons in de provincie om te kijken wat daar aan innovatie en projecten plaatsvindt. En misschien nog een laatste instrument, wat ik zou willen noemen, is dan toch ook gewoon rechtstreekse lobby. En dat is dan ook in het voorbeeld van zo'n netwerk. Dat is eigenlijk een position paper schrijven samen met je partners hier in Brussel. En dan rechtstreeks contact leggen met de commissie, met het Europees Parlement en ook met de Raad. Dus ook met name dus met de permanente vertegenwoordiging van Nederland en waarover we dan contact hebben. Er zijn natuurlijk ook Nederlandse ambtenaren die nu deze inzichten kijken. Wat zou je aan die ambtenaren willen meegeven? Als we het hebben over de Europese Unie, dan is het toch wel iets ongrijpbaars. Hè? Van wat is dat dan? Maar het wordt concreet als je het benadert als binnenland. Hè? Vaak wordt de EU nog gezien als iets buitenland. Maar we zijn er toch echt onderdeel van. En Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Dus, kortom, wat ik dus zeker wil meegeven is het om het klein te maken en vanuit jouw thema is te kijken van hey, wat gebeurt er bijvoorbeeld op duurzame mobiliteit? Hey, wat gebeurt er eigenlijk op biologische landbouw? En op die manier, om het op die manier dan aan te vliegen, dan zie je dus echt wel dat je als Nederlands ambtenaar daar zelf een actieve rol in kan spelen. En zelf dus onderdeel kan zijn van eigenlijk de toekomst van Europa. En daar, zodat we daar samen aan kunnen bouwen. Een conclusie die we uit dit inzicht kunnen trekken is dat als je sterk wil zijn als Unie en draagvlak wil hebben bij haar burgers en instanties, het van groot belang is om transparant te zijn over je beleid. In het zevende en laatste inzicht werpen we een blik vooruit, in de toekomst van de Europese Unie. Hoe blijft de Unie ook sterk in de toekomst? Wat moet daarvoor gebeuren? En wat is daarbij de rol van de Conference on the Future of Europe?